ziet er toch nog steeds mooi uit, onze tentoonstelling. Ik ben zo blij mee dat het gewoon gelukt is. Ja, zoveel bezoekers ook. Ja, verdubbeling van het aantal bezoekers. Ja. Maar goed, nu hebben we het Stadsmuseum weer voor onszelf. Ja. Voor onze derde serie lijsttrekkersgesprekken. Ik vind, ik moet zeggen, ik vind deze wel spannend. Ja, ik ook. We hebben hier mevrouw Faber op rechts. Ja. We hebben meneer Van Kaarthoven op links. Ja, en de ChristenUnie. Of de kerk in het midden. In het midden, ja. Nou ja, weet je, ik hoop dat deze tentoonstelling een beetje verbroedert. Dat het ook bijdraagt aan. Dus we gaan eens kijken. Ja, het gezamenlijke verhaal. Ja. Hey, goeiedag. Nou, dat is gezellig om elkaar weer te zien. Ja, leuk. Hoe is het verder? Ja, met ons is het goed. Ben je een beetje gestudeerd op de Gelderse geschiedenis? Ik kom gewoon zoals ik ben. Nee, maar ze heeft het stripboek gelezen. Ja, dat komt helemaal goed. Dat komt, we hebben de koffie klaar. Ja, ja, dat is een mooie tentoonstelling hier ook nog. Hartstikke mooi, leuk. Wat een gezellige middag. Vierde keer al. Over een oude routineus gesproken, daar hebben we er nog één. Zijn nou een oude reus? Oude routineus. Hey, ook al verschillende keren lijsttrekker geweest. Nou, dat is duidelijk. Dit is sociaal. Sociaal. 100% sociaal. Briljant. Sowieso aan het bijbedenken dat we niet meer. Dit soort grappen moeten we hebben op de zaterdag. Ja, dit is lekker. Ik vind de mensen leuk. Nou, ik doe je jas lekker uit. We wisselen nog één. Ja, doen we. Wacht op de ChristenUnie. Kijk, Dirk. Hey, goeiedag. Ja, meneer Vreugdeheel, hè? Nou, dat is formeel, toch? Zou dat een beetje. Ja. Meneer Vreugdeheel, fijn dat je dat stropdas ook verwacht, maar vooruit dan maar. Helemaal niet nodig. Helemaal nee, komt schortje voor, zien we het hier. Schortje voor. U kunt lekker gaan zitten bij je collega's. Dankjewel. Dus Dirk. Hey, Dirk. Goeiedag. We zijn op zoek naar een nieuw verhaal voor Gelderland. Hoe glorieus ons verleden is, daarover hebben we vaak verteld. Maar wat wordt onze toekomst? Ja, hoe ziet het land eruit voor onze kindskinderen? Met de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart in het achterhoofd gaan wij met open vizier op zoek naar een vergezicht voor ons mooie Gelderland. Gelre! Oh, je hebt hem al gevonden. Ik heb hem al gevonden, want hier gaan we het voor doen, lieve mensen. De stoel mensen van de ongeborenen. Ja. We zien hem niet, maar ze is er wel. Ze zijn er, de miljoenen nog ongeborenen. Want wat gaan we doen? We gaan een vergezicht schilderen. De toekomst van Gelderland. De toekomst van onze kindskinderen. 2050. Wat zien wij dan? Dat mag u vastleggen op het doek. We hebben de opdracht van vrij hoge hand. Ja. Van onze hertog zelf. Van de hertog. Om te gaan kijken wat ons bindt. Kijk, wat ons scheidt, daar gaat al te veel over. Maar we moeten samen naar die toekomst. Dus aan jullie de opdracht om die toekomst te schilderen. Maar ook daarbij misschien soms verkiezingsprogramma's of campagnetaal een beetje los te laten. Dat is allemaal leuk voor nu, dat geloven we wel. Maar we moeten naar die toekomst waarin onze kindskinderen elkaar kunnen vinden. Ik zou bijna zeggen, schilders klaar. Schilderen maar! Ja, dat gaat helemaal goed komen. Ja. Kijk, nee, dat doe ik altijd zo. Kijk, ik kan. Ja, zo dik ben ik niet hoor. Kan makkelijk, ja. Zo. Links klikken. Zo, een beetje hoog. Ontstaat het nu ter plekke of heb je een idee al? Nee, dit komt spontaan. Ja, ik ben altijd. Laat maar gewoon gebeuren. Ik hou altijd van een beetje schakelen. Ja. En je moet vooral jezelf blijven, dat is altijd het beste, toch? We beginnen met de grote lijnen. Ja, de grote lijnen, belangrijk. Even een schetsje maken. Ja. Ik zie een soort alpenlandschap in 2050 in Gelderland. We hebben natuurlijk het Nederlandse Hogebergte met de Veluwe, maar ik vind dit moet je het wel erg ambitieus. Heel anders bekijken, René. Het zou ook nog een vrouwenlichaam kunnen zijn dat licht wils. Ja, dat had ik bij meneer Drent ook, maar dat werd toch uiteindelijk heel teleurstellend toen. Ja, jullie zijn er wel erg op gefixeerd, merk ik. Nee, wij volgen gewoon onze biologie een beetje. Maar dat is wat we erin zien. Ja, laat je verrassen. Ja, dat het wordt iets moois, maar we beginnen met wat Gelderse kleuren. Denk aan de stoel, positief. Hè? Ja, het zeker, gaat voor de zeker, ongeboren. Zeker. Wij kiezen nu voor hun toekomst. Het is een beetje abstract, maar het is wel abstract. Ik zie daar wel een gloeilamp in. Ja, dat is onze energievoorziening. En die wordt weer van Gelderen, van Gelders. Onze eigen energievoorziening. Eigen energievoorziening, we hadden dat natuurlijk vroeger ook. We kopen nu alweer terug, of wat is het tegenwoordig? Sorry, gloeilamp? Ja, gelukkig. Ik heb ze net allemaal uit naar huis. Symbool, hè? Symbool voor energie. Ja, je krijgt altijd een stukje hoogbouw, dat is de stad, hè? En dan heb je hier altijd nog. Er moet ook ruimte zijn natuurlijk voor gewone huizen, weet je wel. Dat moet ook kunnen. Nou, en dan hebben we hier maken we de boerderij, hè? Hier komt de boerderij, hè? Dus ik moet even denken, hoe kan je die het beste maken, de boerderij? Ja, dat is even lastig. Ja, maar het creatieve proces niet meteen. Nee, niet gelijk killen, hè? Niet gelijk. Nou, de geel is nu al op. Ja.
Hey, jullie hebben wel voldoende Gelderse kleuren op voorraad. Nou, er zijn allerlei soorten geel. Oh ja, wacht maar, ik zie hier al. 50 tinten geel, geen enkel probleem. Kijk, zo begint de samenwerking, hè? Even een beetje leden van elkaar. Ja. Dus in de huidige situatie moet je echt alles doen om mensen een beetje te helpen. Dus wij zijn bijvoorbeeld voor gratis openbaar vervoer. Wij zijn ook voor om een eigen Gelders energiebedrijf op te richten, waardoor je geen winsten meer naar het tweede hoeft te laten uitstromen. Maar je gewoon kunt zeggen, nee, het gaat nu heel slecht, het is crisis, dus doen we de rekening zo laag mogelijk. En wie gaat dat dan betalen? Betaalbare huizen erbij. Ja, maar ik bedoel, dan... Je moet andere keuzes maken in de Gelderse politiek. Kijk, er gaan nu een paar honderd miljoen naar de doortrekking van de A15. Er gaan tientallen miljoenen naar een railterminal bij Valburg, waar we helemaal niet op zitten te wachten. Dat soort dingen moet je allemaal niet doen. Dan hou je geld over voor andere keuzes. Voor linkse hobby's. Linkse hobby's? Ja, voor linkse hobby's hou je dan geld is huis, over. Is huis isoleren linkse hobby's? Nee, ik vind huis isoleren vind ik prima. Met die hele energietransitie. Dat is natuurlijk gruwelijk duur. Brengt veel te weinig op. Maar is die onnodig? Ja, want CO2 is helemaal geen probleem. Ik vind CO2 is de grote vergroener. Zonder CO2 groeien geen bomen, hè? Maar daar hebben de mensen het niet over. Zonder stikstof is er geen leven. Misschien eens kijken naar wat wetenschappers daarover zeggen. Hè? Die weten dat al heel lang. Klimaatverandering is helaas een groot probleem. En daar moeten we echt alles aan doen om dat binnen de perken te houden. En het is een beetje belachelijk dat we anno 2023 nog een discussie moeten hervoeren of dat überhaupt wel bestaat. De enige reden waarom je dat zegt is omdat het gewoon goed valt bij jouw achterban, bij jouw kiezers. Maar het is natuurlijk gewoon puur gelul. Nou, puur gelul. Nou, dat zou ik niet durven te zeggen tegen meneer Van Kaathoven, hoor. Eerlijk gezegd. Even, we waren niet op zoek naar de polarisatie. Ja, we wilden de verbinding. Zoek de verbinding op. Zoek de verbinding op. Nee, maar kijk. Oké, we gaan de verbinding opzoeken. Ja, het is een briljante achtergrond, hoor. De basis is al goed. Ja, hè? De Gelderse vlag. Wij zijn blij, de ridders blij. Ik dacht, als de zoomer gaat, dan heb ik in ieder geval iets om trots op te kunnen zijn. Ja, dat is sowieso... Maar doe je het alleen om ons een plezier te doen, of heb je hier ook nog een diepere betekenis mee voor het Gelderland over 30 jaar? Nou, kijk, het gaat natuurlijk wel... Dit is wel de basis. Dit is waar we het voor doen. En, voor Gelderland? Ik ben natuurlijk onderdeel van een landelijke partij. Maar ik mag nooit vergeten dat ik er zit van Gelderland. Dus we beginnen met een Gelders ondergrondje. En dit is ook iets waar iedereen zich in herkent. Dus ik hoorde net al wat gekibbel van links en rechts. Ja, maar je was opvallend stil. Dat is ook echt een beetje de ChristenUnie, hè? Laat maar een beetje zo... Laat het maar een beetje begaan. Even kijken wat er gebeurt. Maar dan uiteindelijk zoeken naar verbinding en naar het midden. Maar hoe zou jij kunnen bemiddelen tussen nu de SP en de PVV... die toch op allerlei punten ontzettend met elkaar oneens zijn. Ja, nou, ik vind het heel belangrijk om te zorgen dat mensen die het daadwerkelijk aangaat... Hè, dat je daar ook naar gaat luisteren. En dat doen we bijvoorbeeld bij de besluitvorming door ronde tafels te organiseren. Nou, dat was laatst als een burgerberaad. Ja, dat zegt Jan Terlouw, hè? Burgerberaden. Ja, nou, en eigenlijk zijn wij natuurlijk ook een soort burgerberaad, hè, die 55 Gelderse parlementariërs. Ja, is dat zo? Ja. En de crux zit om goed naar elkaar te luisteren. Jawel, als je alleen maar schreeuwt en je eigen verhaal vertelt... en niet bereid bent om daarin een stapje vooruit of achteruit te doen... Ja, dan ga je er niet komen. Maar wij zijn als parlementariërs niet alleen gekozen voor onszelf... Maar voor de mensen in Valburg die zeggen... provincie stopt niet tientallen miljoenen in zo'n overlast veroorzakende railterminal. Als de provincie morgen zegt we stoppen ermee, dan is het opgehouden. Maar... de meerderheid in de politiek luistert al jaren niet naar de mensen die daar wonen. Wat is jouw oplossing daarvoor dan? Nou, het gaat niet alleen over de mensen die er wonen. Natuurlijk, die hebben er ook wel last van. Maar het gaat ook over welke economische belangen zitten erachter. Kunnen we een stuk verduurzaming van het transport realiseren daar met elkaar? En af en toe moet je dan wel zeggen, burgers, je hebt het niet goed begrepen. Wij doen het wel voor jullie. De 55 statenleden in het Gelders parlement. Je kunt het nooit voor elke inwoner van Gelderland het naar de zin maken. Dat is het eerlijke verhaal. Ik wil je niet echt op de vingers kijken, maar ik ben wel nieuwsgierig. Nee, voelt ook helemaal niet zo, hè? Waar zijn we in hemelsnaam mee bezig, meneer Van Kaathoven? Groen, dat is in de Gelderse vlag. Ik zie iets van water misschien. Ja, kijk, energie. Neem weer in eigen handen. Openbaar vervoer ook. En dat wordt beter. Oh, met een mooie Gelderse vlag erop. Ja, precies. Op onze treintjes. En we zorgen voor meer betaalbare woningen. En als het moet, gaan we die ook zelf bouwen. Dus dat laten we desnoods. Als de woningcorporatie niet voldoende sociale huurwoningen bouwen... Hè, want daar is een groot tekort aan op dit moment. We zorgen dat iedereen weer
kan wonen. Ook de mensen die wat minder geld hebben. Het is best een mooi huis. Ja, zonnepanelen op het dak natuurlijk. De warmtepomp die zie je nog niet, maar die gaat voor koude in zomer en de warmte. Ja, dat is de sjaal, die staat voor de isolatie. Isolatie kon niet zo goed tekenen. Goed geïsoleerde huizen. Van tevoren over nagedacht? De sjaal? Ja, nee, dat heb ik wel eens ooit ergens gezien. Dat is een heel oud spotje van een beter milieu begint bij uzelf. Energietransitie, kwam ook even voorbij net in de andere gesprekken. Hoe kijkt de ChristenUnie daarnaar? Hoe gaan we naar schone energie? Ja, wij hebben gezegd dat binnen één generatie moeten we toe naar duurzame energie. Mm-hmm. Dus moeten we ook af van de vervuiling zoals die er nu is. En ja, we hebben natuurlijk ook gewoon de schuld vanuit het verleden om in te lossen. Dus daar hebben we wel een enorme uitdaging met elkaar. We zijn goed op weg met allerlei regio's die in gesprek zijn over hoe ze die energietransitie vorm gaan geven. Maar ik vind daarbij wel heel erg belangrijk dat het niet alleen de mensen zijn waar een windmolen staan die er last van hebben. Dus dat niet alleen het gebied er last van heeft, maar dat die er ook van kunnen profiteren. De energietransitie moet gewoon terug. Dit kan gewoon niet zo. We krijgen een veel te duur energiesysteem wat niet betrouwbaar is. En wil jij een goede economie draait alleen op een betrouwbaar energiesysteem. En dat zijn we dus nu aan het afbreken. En daar moeten we gewoon mee stoppen. Wat zal een alternatief zijn? Kernenergie. Ja, kernenergie. Ik heb hier al een kerncentrale gedaan. Heb je al getekend? Ja, het is een beetje... Het is een beetje een moeilijk geval. Het zou ook een steen kunnen zijn. Ja, maar ik zet er even bij dat het een kerncentrale is. Dus ik bedoel... En wie weet hoe ver we dan al zijn met kernfusie? Ik zet deze stoel toch even centrale. Want dit is wel waarvoor we het doen, lieve mensen. Moet je af en toe langs het ezeltje kijken. Langs de eigen schaduw naar de stoel van de ongeborene. We hebben de meest efficiënte boeren ter wereld, dus die moeten we koesteren. Ik vind bijvoorbeeld dat boeren en natuur veel te veel tegenover elkaar zijn gezet. Terwijl die elkaar ook hartstikke mooi aan kunnen vullen. En je dan echt fantastische initiatieven ziet van boeren die met agrarische natuurbeheer de weidevogelstand weer op peil houden en zo. Dat zijn de zaken die we volgens mij veel meer naar voren moeten brengen dan alleen maar of je bent voor de boer of je bent voor de natuur en dan is de boer opeens is daar geen ruimte meer voor. Nou, juist in die verbinding, kijken waar ze elkaar kunnen versterken, daar ligt volgens mij de toekomst van Gelderland. Ik ben het met je eens, je moet natuurlijk wel de milieuregels in acht houden. En tuurlijk, je moet niet al die chemische zooi zomaar overal in het milieu plempen. Nee. Maar dan mag de provincie Gelderland ook eens even hand in eigen boezem steken. Want als we bijvoorbeeld kijken naar Vink. Ja? Daar gingen heel wat dingen fout. Dan hebben we nog die ontgrinding, nee, dat dumpen van dat granuliet. Ja, dat was allemaal niet zo lekker. Nee. Nee, snap u? Beetje pijnlijk. Pijnlijk. Ja. En ik bedoel... Maar PVV staat dus wel voor. Daar zijn we het al wel mee eens. Maar dat is heel fijn. Ja, nee. Er gebeurt veel te weinig aan het schoonhouden van het milieu. Dus het schoonmaken of het schoonhouden van het milieu... Daar vinden jullie elkaar wel. Ja, natuurlijk. Maar kijk, zo zijn wij bezig, René. Het is wel even voor jullie. Jullie zijn de verbinders, hè? Ja, wij zijn de verbinders. Ja. Valt niet mee, hè? Om zeg maar voor je kindskinderen. Kindskinderen. Dat is heel ingewikkeld. Of visualiseren. Ja. En dat zijn vraagstukken waar we nu mee te maken hebben, die voor over een paar generaties van groot belang zijn. Ja, alles gaat veranderen. Ja, die railterminal bij Valburg bijvoorbeeld. Wat een gedoe is dat toch? Wacht even, René, de railterminal bij Valk, of dat is iets met de Betuweroute. Ja, precies. Ja, bij Elstar. Kansloos. We laten even uitzoeken hoe het ook alweer precies in elkaar zit. Hey, ik ben Martijn. In aanloop naar de provinciale statenverkiezingen trek ik samen met mijn camera de hele provincie door om in beeld te brengen wat de kloof is tussen de burger en de overheid. Want weten ze vannacht dat bureau in het provinciehuis wel wat er nou echt speelt in onze provincie? Ik ga het uitzoeken. Het waait lekker. Ik ben hier naar Elst op zoek bij Koos. Die wil zich verzet tegen de railterminal die hier moet komen. Ik ben Koos Nijssen. Windmolens, grote logistiek, de Betuweroute, de A15 die nog veel drukker gaat worden als die doorgetrokken wordt. En nu wil de provincie hier ook nog de railterminal Gelderland aanleggen. Ja, het maakt Koos boos. Een enorme terminal voor het laden en lossen van containers vlak bij zijn huis. Vooraan ligt een spoor wat naar Duitsland doorloopt in één keer, de directe route. En daarnaast nog komen dan extra sporen te liggen waar de terminal komt, zodat vrachtauto's er ook bij kunnen om de containers op te halen en weg te brengen.
De railterminal is de plek waar vrachtverkeer en goederentreinen samenkomen. Met twee grote kranen worden de containers van en op de trein op de vrachtwagen gehesen. We hebben 1000 petities opgehaald tegen de komst van die railterminal. Die hebben we bij de vorige verkiezingen aan de provincie aangeboden. Maar daar heeft de provincie helaas helemaal niks mee gedaan. En als ik nu naar de verkiezingsprogramma kijk van de huidige provinciale statenverkiezingen die er aankomen, dan zijn er maar 4 partijen die zich uitspreken over de railterminal. De SP en de GroenLinks die schrijven in hun programma dat ze er tegen zijn. En alle andere partijen schrijven daar niks over. En dat is eigenlijk heel erg raar. Want die railterminal die gaat 65 miljoen kosten. Bij de terminal zelf, ja, daar worden de containers 4 hoog gestapeld. Met een kraan erboven van 25 meter hoog. Dus de mensen die daar vlakbij wonen, ja, die gaan continu het stapelen van die containers gaan ze horen. Ja, het is ijzer op ijzer, dus dat geeft een ontzettende herrie als die containers zichzelf vastzetten op elkaar. Maar het meest maakt Koos zich nog zorgen om de verkeersveiligheid op de nieuwe weg. Die moet worden aangelegd. Zit daar nog net het dak van de schuur tussen de bomen door. Daar gaat de weg, die komt hier deze kant op. Die maakt hier voor deze bosjes door, maakt hier een bocht. Koos is bang dat al die vrachtwagens op de nieuwe weg gaan zorgen voor gevaarlijke situaties. Dan blokkeren die het zicht op andere vrachtauto's die hier aankomen, waardoor zij fietsers gaan ze missen. En daar komen ongetwijfeld ongelukken van. Koos liet het er niet bij zitten en stapte naar de Raad van State. Die doet binnenkort uitspraak en de provincie wil tot die tijd dan ook nog niet op mijn vragen reageren. Maar toch noemt Koos het niet per se een kloof met de provincie, want er zijn gesprekken genoeg. Nou, het probleem is, er wordt wel geluisterd, maar er wordt niks mee gedaan. Ja, dat is wel bedroevend, vind ik. Eigenlijk zou je hopen dat je dan wat invloed hebt in wat er gaat gebeuren. Maar de standpunten zaten eigenlijk al van tevoren helemaal vast. Dus misschien geen kloof, maar toch, met de houding van de provincie is Koos helemaal klaar. Hij is klaar, meneer Van Kaathoven. Nog even de partijnaam. Uh-huh. Dan pakken we het rood. Ja. Kan niet missen, natuurlijk. Ja. SP. Ja. En mijn eigen naam. Ga je nog signeren? Ja, tuurlijk. Leuk. Ja, trots erop, toch? Ja, het is best mooi. Ah. Ja. Ik ben ook niet ontevreden. Een groen Gelderland. We hebben hier energievoorziening in Gelderse handen. Openbaar vervoer, ook Gelders. En betaalbaar. En wat vinden we er zelf van? Ja, onbetaalbaar is die geworden, denk ik. Ja, het is wel kunst met een grote K meteen, René. Ik zou er geen 50.000 euro voor geven, nee, denk ik, maar het komt in de buurt. Waar zit ik naar te kijken? Het is symbolisme, toch, waar we daar zitten. Ja, klopt. Ik dacht, laat ik eens doen wat ik kan. De kerk, daar zie, die zie ik hier. Ja, je ziet hier de dorpen, daar stad, industrie. Je ziet hier de landbouwsector, natuur. Maar eigenlijk draait het om wat hier in het midden staat. Dit moet ik uitleggen, want dat ziet er niet uit. Ja, ik ben zo benieuwd wat dat nou is. Dat kan alle kanten op. Drie radertjes. Radenwerk. Ja, bingo. Ik dacht, maakindustrie, Achterhoek, er moet iets met raderen. Want die laten ook iets van verbinding zien. Het gaat pas echt werken op het moment dat het in elkaar grijpt en je elkaar verder helpt. Dat is wel heel mooi. Dat is een weegschaal. Want het moet ook eerlijk. Als je alleen maar naar de ander wijst, als je de problemen alleen maar bij een ander neerlegt en niet bereid bent om zelf daar ook een bijdrage aan te leveren, dan gaat het mis. Wij gaan voor een 100% sociaal Gelderland. Dus samenwerken en niemand uitsluiten. De Gelderse kleuren wel verkeerd in de verkeerde volgorde. Maar ja, dat kwam omdat ik begon hier met de handjes. Oh, en toen, ja, anders zie je niks meer. Hè? Ja, dus, nee, dat is waar. Dat was een beetje, ik was gedwongen tot tot een compromis. Kleuren. Een compromis. Ja, nou, het is toch niet gewoon voor de SP om daar compromissen te zoeken? Als het moet, toch? Sluiten we compromissen, maar wel als we dan wat kunnen bereiken. Maar moet je dat inderdaad doen door meteen, we zien het hier ook gebeuren, hè, tussen mevrouw Faber en u. Hup, u gaat er meteen op, hè? Meteen bovenop, meteen de confrontatie zoeken. Dat zou ik met de ChristenUnie bijvoorbeeld niet zo snel doen. Maar de zondebokpolitiek die er gevoerd wordt door sommige partijen, die gaat me echt een stap te ver. En dan moet je dan meteen dan bovenop. En dan vind ik dat je daar echt wel wat voor moet zeggen. Je kan niet gewoon doen alsof dat binnen de normale politieke grenzen valt. Hoor je dat? Moet je iets van zeggen. Nou, ik hoorde net zo wat mensen dingen roepen en met name zeg maar de schuld geven aan een ander. En toen dacht ik van, laat ik daar een hartje tussen tekenen. Want ik denk dat als we dat doen, als we alleen maar de schuld bij iemand anders neerleggen, dat we er dan niet gaan komen in dit land. Want laten we wel wezen, we krijgen straks heel veel verschillende partijen. Er zijn ook heel veel verschillende belangen.
En als we die niet bij elkaar brengen, in het hart van Gelderland, datgene waar we trots op zijn, dan missen we wel een belangrijke essentie. En daar zie je dus ook de relatie met de vlag die ik heb getekend. Hier klopt ons hart. Dit zijn de dingen waar we trots op zijn. Het is een vol schilderij, mevrouw Faber. Ja, ik heb altijd ook heel veel ideeën, dus dat klopt veel te wel. Zien, veel ja. te zien, druk. Ja. Ja. Ik zie de Nederlandse vlag nog altijd op zijn kop, ja, 2050. Maar dat hoeft niet negatief te zijn. Oh. Want kijk, ik heb hier de stad gemaakt, ik heb hier het platteland gemaakt. Dit zit er een beetje tussenin, hè. Dat is gewoon, ja, je moet een keuze hebben of je op een appartement wil wonen of in een gewoon huis of een rijtjeshuis. En die vlag heb ik er neergezet voor begrip, dat de stad begrip krijgt voor de boeren. Want neem dat hele stikstofvraagstuk. Dat lijkt te gaan om de agrarische sector, want daar moet vermindering van de uitstoot. Nee, het gaat werkelijk over hoe dragen wij zorg voor de aarde. En zijn we bereid om daar allemaal onze verantwoordelijkheid in te nemen? En als we dan alleen maar kijken naar de boeren om dat op te lossen, en we gaan zelf gewoon vrolijk verder, met vliegvakanties, met uitstoot van de industrie, en dan hebben we er volgens mij echt helemaal niks van geleerd. Want we zullen ook onze welvaart weer in balans moeten brengen met de aarde. De boeren worden toch wel vaak weggezet als crimineel. Hè? Milieucriminelen. En dat is eigenlijk helemaal niet terecht. Want hier in de stad weten ze dus niet dat daar... zijn er niet altijd bewust van dat daar het voedsel vandaan komt. En dat we gewoon die boeren moeten koesteren. Want en in 2050 weten we dat nog steeds niet? Nog steeds die kloof tussen stad en platteland? Nee, juist niet. Hè? Hier bedoel ik juist mee dat die kloof er dan niet meer is. Dat er begrip voor elkaar is. Nou ja, je ziet bijvoorbeeld nu bij de stikstofcrisis dat de maatregelen voor de agrarische sector bekend zijn. Maar dat we nog zitten te wachten op de maatregelen voor de andere sectoren. Hoe kan het dat we nog steeds Lelystad Airport willen openen? Met al die vliegtuigen die over de Veluwe gaan. Gelderland wil niemand dan. Ik heb nog niemand gehoord van de lijsttrekkers die... Misschien mevrouw Faber, ga zo even vragen. Wij hebben het liefste, hebben wij de vluchten gewoon op Schiphol. Schiphol is gewoon een internationale hub en laten we die koesteren. Maar we zien dus nu dat het is één grote... puinhoop. Wij zijn op zich niet tegen regionale vliegvelden, maar wij concentreren het liever op Schiphol. Mag Lelystad open? Ja, is eigenlijk de vraag. Mag Lelystad open? Ja, liever niet. Waar wil de ChristenUnie dan met de boeren heen? Wat voor soort landbouw zien mijn kleinkinderen? Ja, die hand in hand gaat met natuurbeheer. En ik zie dat boeren ook echt hun verantwoordelijkheid nemen, juist om die natuur te beschermen. Maar daar zullen ze dan wel een vergoeding voor moeten krijgen. Een eerlijke vergoeding. Die zullen wij met z'n allen als samenleving op moeten hoesten. Ja. Hoe ver heeft de stoel van de ongeborene uw schilderij beïnvloed, meneer Nou ja, dat zit hem in het soort Gelderland wat je over wat was het, 2050? Over 10, 20, 30 jaar wil hebben. En dan wil je toch echt dat we weer meer samen... werken en niet die kloof tussen rijk en arm nog veel groter geworden is. Een omgekeerde vlag is natuurlijk ook het symbool, hè, dat het volk bezorgd is. En als er dus zo'n vlag wordt gehesen, dat ook eens de politiek gaat nadenken waarom deze mensen bezorgd zijn. En dat ze niet hun eigen agenda mee gaan doordrukken, maar dat ze dus echt naar de mensen gaan luisteren. En dan heb ik het dus niet over burgerraad en zo. Dat vind ik allemaal een beetje soft. Dan heb ik het over een referendum. En het is heel goed dat jullie die stoel er neerzetten. En ik denk ook dat die stoel... om permanent terug moet keren. Nou, we kunnen hem in de statenzaal zetten. Ja, lijkt mij een goed idee. Ja. Iets andere, maar ik denk dat die stoel daar wel moet staan. Ja, gewoon in het midden. Precies, ja. Midden in Gelderland. Oké, dames en heren. Tijd zit erop. Schrok ervan. Ja, dat bedoel ik. Tijd zit erop. We zitten hier in Harderwijk. Dat is niet zomaar. Dat is omdat wij hier onze tentoonstelling over de glorietijd... en ook ondergang helaas van Gelre hebben. Gelderland, het verloren hertogdom. De tentoonstelling. We leiden u even rond. En daarna gaan we u over horen. Ja, de quiz. Mevrouw Faber, vraag 1. Welke rivier was de noordgrens van het Romeinse Rijk, die ook wel de Limes wordt genoemd? UNESCO Werelderfgoed. Ja, dat is de Rijn. Dat moet dan de Rijn zijn. De Rijn. Want de grens, de Limes, dat was de Romeinse grens, dat klopt. Die liep van de Noordzee tot de Zwarte Zee. En die was langs de Rijn en langs de Donau. Ja. We vroegen een antwoord, we krijgen een college. Eén punt in de pocket. Hè? Wat was de voornaam van de eerste graaf van Gelre? A. Gerard.
B. Reinald of C. Otto? Otto. Is dat Otto? Grappig, hoe sterk die naam Otto in het collectief geheugen zit. Ja, Reinald. Nee, dit gaat, we hebben nog werk te doen. Het is toch zonde, het is graaf Gerard van Gelre. Ja. Dat is de eerste graaf. De founding father van Gelderland. Kijk ook eens zo even. Zo slecht in het collectief geheugen. Nooit meer vergeten, meneer Verkaathoven. We gaan naar vraag 3. Bij welk Gelders dorp, we zien het hier op een schilderij, trok het Franse leger van zonnekoning Lodewijk XIV de Rijn over in het rampjaar 1672? Bij welk dorp? Was dat niet Tiel? Maar dat kan ik me haast niet voorstellen. Nee, dorp, hè? Dorp. Nee. Weet ik niet. Gok iets. Wageningen? Het is wereldgeschiedenis. Dit is niet alleen Gelderse geschiedenis. Laten we zeggen dat het Oosterbeek was. Ik heb geen idee, maar ik zeg Lobit. Als hij net zoveel geluk heeft in de liefde, hè? Nou ja, het is goed. Maar waarom Lobit? Ja, gezien het verhaal en dacht ik, misschien is het daar geweest. Ja, het is Lobit. Vraag 4. Welke Betuwse stad werd in de winter van 1944-1945 totaal aan gruzelementen geschoten door de geallieerde legers? Stad in de Betuwe. Tiel. Tiel? U heeft hem net al genoemd. Als antwoord op vraag 3. Oh, dat was Tiel. Ja, dat is goed. Vraag 5. Wie veroverde Nijmegen in 1591? We zien hier Nijmegen als trotse stad. Maar alle oude rechten werden afgepakt, waardoor de stad degradeerde tot een provincieplaats. Ja, kerken werden gesloopt, kloosters gingen over de kling, alles. Wie heeft deze misdaad op zijn geweten? Ja, ongelooflijk. Willem van Oranje? Karel de Vijfde? Ja, Prins Maurits. Het is goed, hè? Dat is het goede antwoord, meneer Vreugde. Ja, en dat zit in ons straatbeeld helaas nog steeds verankerd. Kijk, dat is grappig dat u erover... Ja, u bent een Nijmegenaar, want hè? Wij storen ons nogal aan de benaming van de weg tussen Arnhem en Nijmegen. Ja. De Prins Mauritssingel, dat is bijna een godspe. Ja. Meneer Vreugde, heel 3 punten. Het is in ieder geval voldoende. Ja, gelukkig. Meneer Van Kaathoven, 3 punten. Het is voldoende. Het is voldoende. Ja. Het is voldoende. Oké, okay. Geslaagd, ik maak door. We hebben 2 punten, het is bijna voldoende. Bijna voldoende. Okay. Charlotte erover, GroenLinks, ook 2 punten. Ja, heel goed. Dat is waar. Ja. Het is toch iets gemeen, de PVV en GroenLinks. Ja. Nou, had u dat toch kunnen denken? Zie je dat formeren is dan niet zo moeilijk? Goed. Ja. Altijd. Ja, toch. Ik bedoel, je moet je niet altijd overal druk over maken. Je moet ook gewoon nemen zoals het komt natuurlijk, hè. Het was gewoon hartstikke leuk om een potje te schilderen. Het was leuk om te schilderen met je. Ja. Nou, moeten we vaker doen in de Staten. Als we er niet uitkomen, kunnen we ook wel schilderen. Gaan we eens, ja, als we eens een keertje een Het was wel, heftig vandaag. Het was zeg maar goed Gelders vuurwerk vandaag. Ik denk dat we voordat de SP en de PVV samen aan 1 regeringstafel hebben met een gezamenlijke visie, dan zijn wij warm en grijs. Ik ben het al bijna, maar jij wordt het dan ook. Ja. We zitten nu op de helft trouwens. Hè. 9 lijsttrekkers hebben we gesproken, er komen er nog 9. Ik denk dat het tijd is dat wij deze week een beetje de tussenbalans gaan opmaken. Maar dan wel met een lekkere schuimkraag erbij. Ja, biertje erbij. Dat is toch een goed idee. Laten we er meteen mee beginnen. Ja, geen half werk. Wil je meer weten over de prachtige Gelderse geschiedenis? Kijk dan op riddersvangelre.nl. Ja, want hier lees je veel meer over de historie van onze prachtige provincie. Leer je ons beter kennen. Nou ja, oké. En ontdek je wanneer je met Ridder René op pad kunt. Gezellig!